Het is 19 mei vandaag en ik heb afscheid genomen. En ik ga naar mijn stage, naar Spanje. Lekker huilen op mijn camera. Maar goed. Oké, nu weer even bij bewustzijn. Ja, ik wacht dus eventjes. Ik kan nog even rondlopen. Even ergens zitten, even rustig aandoen. En dan ga ik daarna naar de gate lopen. Mijn boarding is 9:50 en 9:05 vlieg ik richting Palma, Mallorca. Het is de eerste keer dat ik alleen vlieg, dus het is sowieso heel spannend. Ja, de laatste dag hier in Nederland voor een half jaar. Niet te beseffen, het is... Ik ben dus geland en ik ben nu naar de bagage drop-off aan het lopen. Ik heb geen idee waar ik moet zijn. Want ik was dus vet druk bezig met het zoeken van zo'n karretje, maar ik wist dus niet hoe dat in het Spaans heette, want niemand spreekt Engels hier. Dus met onder een voetje is het gelukt, maar ik ging dus zo ver doorlopen dat ik mijn plek kwijt ben geraakt. Dus ik moet nu even zoeken. Maar ik moet ook naar het toilet. Maar ik ben alleen. Dus het begint dus al goed. Ik heb mijn koffers. Alleen, ik ben er nu uitgelopen. En ik wacht op mijn transfer, want het zou geregeld worden. Maar ik zie helemaal niemand hier die op mij staat te wachten. Ik heb het gevonden. Ik ben in de bus gestapt. En dit duurt een uurtje. Oké, stand van zaken. Ik ben dus in een bus gestapt. Ik sta nu voor een hotel. Marins Hotel of zo. En mijn leidinggevende komt mij elk moment van hier ophalen. En het wordt ook de eerste keer dat ik haar zo meteen ga zien. Dus ik vind het best wel spannend. En daarna brengt ze me naar mijn appartement. Oké, alles is goed gegaan. Ik heb me omgekleed. Ik ben in mijn huis. Dit is mijn huisje. Ik zal even een... Ja, nee, ik wil graag een roomtour opnemen. Maar even een korte roomtour. Dit is mijn kamer. Dit is mijn kamergenootskamer, de badkamer, de keuken en de woonkamer. En ik ga het nog allemaal leuk maken en zo, dus dat komt allemaal goed. Ik ga nu snel omkleden, heb ik gedaan, even wat make-upjes en zo doen. En dan ga ik met mijn buren van boven, die zijn ook van Tui, gaan we even boodschappen doen. Dus met de auto en dan gaan we even alles laten zien wat hier in de buurt te doen is en et cetera, et cetera. Oké, ik heb net niet gefilmd, want ik had mijn camera niet meegenomen. Maar het is nu alweer bijna 12 uur en ik ben echt kapot. Mijn haar in een knotje en pyjama aan, ik zie er niet uit. Jeetje, vandaag, ik leef vandaag op 2 uur slaap. En het was dus mijn eerste dagje hier. Ik heb een training gehad zojuist, een sales training. En daarom had ik dus mijn camera niet meegenomen. En ik was al moe, dus dat heeft me wel echt kapot gemaakt, echt gesloopt. En we moesten weer terug naar Palma een uur rijden, toen weer heen een uur. En ik kwam er al vanochtend vandaan. En nu ben ik een beetje de koffers aan het uitpakken. En mijn bed klaarzetten en dan ga ik lekker slapen. Morgen is mijn eerste meeloopdag en dan begin ik gelijk 9:30. Dan ga ik een volle dag gelijk meelopen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik ga proberen zoveel mogelijk te filmen voor jullie. Ik weet niet tot hoever ik dat kan. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken naar mijn eerste vlog. En wie weet tot de volgende Spanje vlogs.